Oké, we gaan gewoon beginnen, anders wordt het te koud. Even een rijtje. En jog rustig even naar de overkant. En dan jog je achteruit terug. Een klein groepje heeft zich hier verzameld. Met handschoenen aan, mutsen, sportkleding natuurlijk. Voor het gebouw van Euronext. Om eens even flink te gaan trainen als een oermens in de stad. Oké, dan kruip je op handen en voeten tot aan die paal. En als je daar bent aangekomen, kruip je achterstevoren terug. Eerst naar voren en dan achteruit weer naar achteren. Het ziet er bijzonder zwaar uit. Ja, ze moeten het nog een keer doen. Nog een keer? Ja, ze moeten het nog een keer doen. Nog een keer, go! Oké, we gaan zo direct richting Nemo rennen, over de wallen. Als ik fluit... Twee burpees, you know the drill. We did it in the Hague as well. Angelique Heiligers heeft het bedacht, deze manier van sporten. Had je genoeg van de sportschool? Het is niet het een is beter of slechter dan het ander. Het is meer... Sorry, Sjan, ik moet even kletsen. Het is... Ja, ondertussen moet iedereen op zijn handen en voeten staan, op de tenen, punten van de tenen. Het is ook een manier van sporten. Weet je, wat ik probeer is mensen te laten zien dat je niet afhankelijk bent van wat dan ook. Dat je onder iedere omstandigheid, waar je ook bent, in de gym, buiten de gym, in de stad, dat je kan trainen. Ja, trainen als een oermens in de stad. Maar dan denk ik eerder van, ja, ga dan lekker in de duinen tussen de bomen en niet tussen die rokerige auto's die allemaal voorbij razen. Nee, dat is natuurlijk het idee van als stadsmens weer terug naar een stukje natuur. Dat zit nog wel steeds in ons, alleen zijn we het een beetje vergeten. Precies, want we zijn erop gemaakt om te trainen, om hard te lopen. Dat idee, maar dan in deze omgeving. Ja, en obstakels te overwinnen, over dingen heen te klimmen, klauteren. Het gaat over, sorry Karel, sorry Lauren. Het gaat over weer terug naar je natuurlijk bewegingspatroon. Oké, we gaan het rennen. We gaan rennen, oké. En dan gaat het over de wallen, tussen de wietwalmen door. En de toeristen, het is slalommen. Tussen alle mensen. Je loopt een beetje te lachen. Waar is dit van? Dit is stadswild. Oh, nou dat ziet er leuk uit. Wat is het precies? Ja, dit is rennen door de stad als een oermens je trainen. En dan moet je af en toe even opdrukken tussendoor. Ja, van alles. Van alles. Allerlei oefeningen doen op de meest onmogelijke plekken. Gebouwen, bankjes, hiervan afspringen, daar overheen duikelen. Ja. Iets voor u? Dat weet ik nog niet, maar dat is in ieder geval een goede naam. Het ziet er ook heel leuk uit. En onderweg komen we een bankje tegen. Dat moet dan ook weer een oefening gedaan worden. Ja, nou ja, wat je probeert te doen is met wat je tegenkomt in de stad, om dat in te zetten voor je training. Kan ook zonde, weet je. Kan... Even snel gaan zitten is het, of een beetje hangen op je... Nou, dit heet een dip. Dit heet een dip? Ja, hangen op je armen en dan een push-up. Ja, waar het om gaat is dat je jezelf, je eigen lichaamsgewicht weer omhoog duwt. Hier wordt eigenlijk de straat aangelegd en er liggen wat losse bakstenen. Die worden dan ook meteen weer gebruikt als een soort van gewichten om extra oefeningen mee te doen. Ja, vinden ze, kijk, voor de schouders. Zo gaat het elke keer. Het is een beetje improviseren ook. Nou, ik ken wel de route en ik weet wat er op de weg tegenkomt. Dus er zit wel een plan achter. Ja, er staan hier nog hele grote stapels met stenen. Ja, we gaan je kunt voorlopig vooruit. Ja, Welkom bij Nemo Hell. Ja, hier is een hele lange trap richting het museum. Wat meer vele mensen wel kennen. Dat grote groene gebouw in Amsterdam. Waar je voor de gezelligheid heen gaat. Maar als je dan moet sporten, dan wordt het ineens een heel ander dingetje. Ja, Nemo is voor mij niet meer zomaar een gebouw in Amsterdam inmiddels. Je zegt een hel? Ja, een feestje is wel iets anders, zeker. En dan moet ik er zelf ook aan geloven. Die grote betonnen trap met grote treden helemaal naar boven. Alleen dit ga ik nog niet doen. Hier gaan ze weer op handen en voeten naar beneden. Dat is dus die hel. Ja, nu begrijp je het wel, hè? Ja, ik moet echt mijn energie sparen, hoor. Dit is niet te doen praten en op handen en voeten deze trap af. Nauwelijks. Je bent wel een beetje hard voor de moderne oermens, vind ik, hoor. Ah, vinden ze leuk. Ja, weet je, je moet altijd een beetje met trainen een beetje de grens opzoeken. Er moet wat te doen zijn, maar het wordt pas interessant als je... Beetje pijn leidt. Nou, als je jezelf uitdaagt om net iets verder te gaan dan je dacht dat je kon. En daar zit ook je progressie. Nu is het behoorlijk koud vanavond. Zij hebben het ondertussen natuurlijk warm gekregen. Den Haag was afgelopen week voor het... Koud. Ja? Den Haag was heel koud, ja. Dus voor het eerst dat we in Den Haag trainden. En ik was echt verbaasd, er waren 25 mensen, terwijl we toch nieuw zijn daar. En in die kou kwamen ze toch opdagen. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Als mensen je eigenlijk niet kennen, dat ze dan toch de moeite nemen om te kijken van wat is dat nou, dat stadsveld. En er zijn meer plannen om op meerdere plekken
dit ga organiseren? Nou ja, even kijken hoe het gaat in Den Haag. En Rotterdam zal waarschijnlijk ook wel gaan volgen. En Utrecht, want ja, we krijgen heel veel vragen. Janne vindt het leuk om zo te trainen, ondanks alle pijn. En... Ja, het is zeker leuk. Ik heb het anders dan ellenlang op de cross trainer of de fitnessmachine. En ja, en ook weer anders dan een aerobicsles. Je bent niet gewoon gedachtloos iemand aan het nadoen, maar je bent echt voor jezelf aan het trainen. Je moet opletten, want het ligt van alles op de straat. Je moet overal uitkijken dat je niet met je handen ergens in... Ja, ja. Ja, je moet al je zintuigen lopen zetten. Ja. En dan zijn we terug naar een lange tocht door Amsterdam. Op het Beursplein, daar moeten nog de laatste oefeningen gedaan worden. Ja. Licht lekker gesloten. Is dit nou zoals een oermens zich zou voelen na zo'n tocht door de stad? Ik voel me wel alsof ik een buffel heb gejaagd, nagejaagd heb. Zeker. Ja, ja, inderdaad. Heerlijk. Moe en voldaan nu? Precies, ja. Bewegen is goed, maar goed bewegen is beter.